Sint, dag Sint, zijn ze wel braaf geweest vandaag? De heren hebben deze... Hebben ze goed werk verricht? Heel goed werk. Hoe weet u dat? Zeker, nou ik heb de filmpjes gezien op de stand hoor. Oh, op de stand hoor, dat is fake nieuws hè? Ja, nee, dat is zeker. Mooie Pieter bij je, prachtig. Roetveeg Pieter. Zijn ze braaf geweest, zeg ik tegen Sint. Hij weet van niks. Ze hebben de revolutie weer goed tegengewerkt. En, ga je nog wat leuks doen? Nog kinderen ontvoeren, dat is normaal in Nederland. Gaan er nog kinderen mee in de zak vandaag? Nou, ik weet niet of ik met u wil praten. U noemt de politie fake news in de stentor. Nee, de stentor. Ik zeg, de politie heeft weer de revolutie tegengewerkt vandaag. Oké, maar kunt u nog wel weten dat het Sinterklaasjournaal fake news is? Nou, hoor ik al. Is hij ook heilig? Is hij een goed heilig man? Ja, ook heilig en wij zeker heilig. Nou. In ieder geval, ik hoop dat ze veel kinderen blij kunnen maken. Daar zijn we ook elke dag mee bezig, voor de glimlach van het kind. Zouden honden op ons afgestuurd worden? Ik zie geen honden hier. Mensen gaan weg. Mensen gaan nu naar een andere plek toe. Ik word ook gezocht door mijn maatjes. Ik denk dat we naar Enschede terug gaan. Ik word steeds gebeld, dus ik kan het even niet... Hallo, hoe vond je het vandaag? En als we straks een hongersnood hebben, hoe denk je dan terug aan deze dag? Praat u ook met collega's? Wat ga jij eten straks als er geen boeren meer zijn? Wat ga jij drinken als we geen melk meer hebben? Want daarvoor zijn we hier. We zijn hier niet om, om te protesteren omdat het zo leuk is. We willen echt de voedselvoorziening redden. Overal is hongersnood. En wat doet de regering? Boeren uitkopen, boeren onteigenen, boeren kapot maken. Met allemaal bureaucratie en allemaal hoge boetes. Intimidatie. Dus ja, de politie heeft hier alles mee te maken. Ook in je privéleven raakt dit jou. Net als in de coronacrisis. De boerencrisis raakt jou ook in de kosten. Want alles gaat omhoog. Alles wordt schaars. Straks mogen ze bepaalde dingen niet meer verbouwen. Gewassen in de winter. Dus wintergroente gaat er ook uit. Dan wordt er hongersnood gecreëerd. Ik hoop dat je met je collega's daarover kan praten. Dat je zegt van ja, sorry, maar ik ga niet langer de boerenprotesten tegenwerken. Want ik heb een eigen mening. Ik wil ook eten en drinken tegen redelijke betaling. Die politici die dit beleid bevoeren, die hebben honderdduizenden spaargeld. Die hebben miljoenen. Die kunnen altijd aan eten komen, maar wij niet. De middenklasse gaat kapot. Er wordt armoede gecreëerd. De kinderen moeten straks leven in ondervoeding. Dus alsjeblieft praat met de collega's en zeg van de volgende keer doen we mee met de boeren. Want we willen wel kunnen eten en drinken. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, u bent heel aardig, vriendelijk. Dat waardeer ik. Ik snap dat u uw mening niet mag geven nu. Maar ik hoop dat u het even met de collega's bespreekt. Fijne dag mevrouw. U kunt me vinden op Facebook, Max van den Berg. Twitter, YouTube, Team Burgerplicht, Telegram. Nou, helemaal goed. Waakzaam en dienstbaar heet het kanaal. Net als wat jullie ook zouden moeten zijn. Nou, hele vriendelijke agent. Ze werd diep geraakt, ik zag het. Maar ja, ze weet ook niet wat ze erop moet zeggen. Dit is mijn maatje. Ik word gebeld, mensen. Ik moet even de live eindigen, want ik word hier gezocht door Albert en Bas. Jammer, dat ik had hier met hun afgesproken. Ik moet ze even zoeken, mensen. Ik ga even de live eindigen. Ik zou graag nog wat interviews doen met de politie. Maar ik moet even bellen. Tot later. Succes allemaal. Fijne avond. Waar is Bas? Waar is Albert?